allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik altijd zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Maar het is nu ook super heet, dus wat als we tijdens onze Q-Time zouden genieten van een overheerlijke schaafijs, maar net iets anders. Dat kan, want vandaag zit ik met Perry Pinas van Moshiro Snow. What we need is a little Q-Time. Hi Perry. Alkajako, ha? Damo tengo da. Goed zo, goed zo. Hoe gaat het met je? Goed, goed, goed. Mooi. Moshiro Snow, jij hebt gewoon besloten om schaafijs te maken, maar gewoon net iets anders. Ja. Vertel me er alles over. Ja, dus het is begonnen eigenlijk met, ik zag naar iets dat voor de personen in Powaka heel makkelijk zou zijn. Omdat veel vrienden van me zijn in Powaka. En ik heb ook een tijdje daar gewoond. En niet dat iedereen kan planten, want je kan alleen planten in Powaka. Ananas, Powaka, ananas, ja. Is dat ding. zocht ik naar iets. We waren een dagje op Blakawatra. En ik had als verrassing schaafijs voor ze gebracht. We waren samen met ze gegaan. En dan hadden we zo voor ze gaan maken. Maar dan kwamen er een heleboel andere personen en vroegen of ik... Dat is ook schaaf, eens mochten. Ja, ja, en dan hebben ze gezegd, oké, hebben ze gegeven andere kochten, waren uitverkocht, kan je zeggen. En dan dacht ik van, dit is het. Dat ze moeten hebben. Dan vanaf die begon ik het te ontwikkelen, eerst op de hand schaven, in een box zetten en dan brengen naar de mensen, maar dan moest je telkens als die box leeg is, moet je weer naar huis gaan om te gaan schaven. Maar dan zocht ik op het internet, had ik machines die je eigenlijk kon gewoon vullen met klontjes ijs. En schaaf eruit. Ja, zonder dat je hand zelf op dat ijs hoeft te komen. Mm-hmm. Dus zo is het idee gestart, of zo is het gestart van Moshiro Snow. Mm-hmm. Wat betekent Moshiro nou eigenlijk? Dus Moshiro is een inheems woord die aangeeft dat je een samenwerking wil aangaan met mensen. Als een bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met kinderen en een grondje wil openkappen, groot werk, dan kan ze naar de kapitein gaan om Moshiro aan te vragen. En dan gaat hij dat regelen, komen familieleden, buren, vrienden, kennissen. En dan samen pakken ze dat werk aan. En dan kookt die moeder een grote pot peper, water en kassiri. Bij welk dorp moet ik gaan? Want misschien moet ik ook een Moshiro aanvragen voor een peper water. Ja, Powaka. Oké, nee. Prima. Oké, maar terug naar Moshiro Snow. Het idee is gestart per ongeluk. Je hebt gezegd, oké, dit is een business, mensen. Dit slaat goed aan. En toen ben je gestart. En er zijn genoeg mensen die schaafijs verkopen. Maar we zijn gaan onderzoeken en zien dat van die van u net iets anders is. Ja. Dus wat maakt van u nou, geeft het die extra wrestle dazzle? Wat is het? Ja, dus die schaafijs is, ik maak mijn stroop zelf. Mm-hmm. En het is mijn recept. Dus ik sta achter mijn stroop. Dus je kan dan inzetten of je kan het maken op hoe jij dat wil. Of hoe die mensen reageren daarop. Mm-hmm. En wij zijn mobiel, dus vroeger moest jij gaan naar schaafijs, Dominiestraat, Maagdenstraat. Maar nu komt schaafijs naar jou thuis. Dus zodra je 4 bestelt binnen Paramaribo, hoef je geen deliverykosten te betalen. We komen helemaal tot op je werkplek, tot op je bureau, brengen we het of tot aan huis. Nee, dit is ideaal. Dit is pas echt anders. Als je bezig bent te chillen met een paar vrienden, kan je gewoon bellen. En dan maar dan dan bel ik je gewoon? Of bent je op Facebook of zo? Of je zet een post van, vandaag ga ik schaven? Ja, we zijn op Facebook. Ik geef ook mijn kaartjes uit. Bij elke sale geef ik een kaartje. Ik heb nog geen kaartje gehad. Oké. Oh, nee. Moet je kaartje? Nee, ik heb een kaartje gehad. Nee, nu kan het niet misgaan. Ja. Ik keek ook naar die smaken van u. Want ik zag dat je gewoon eentje met de borgo kan bestellen. Die schaafijsjes van u zijn. Je kan het upgraden als je wil. Want hoeveel soorten zijn er? Dus je hebt die basisstropen, marcousa en strawberry. Mm. En dat dan combineren we. Dan heb je combinaties met sinaasap. Je hebt met sinaasap en borgo, dat wordt een cocktail, of met champagne, of met wijn, Carlo Rossi, rode wijn. En dan je hebt ook met radler, 0%. En
Dus je hebt je hebt Virgin en je hebt Spike met alcohol. Het is voor iedereen kindvriendelijk en voor de ouderen die ook gewoon wat lekkers lusten. Voor Biggie Smalls. Hey, voel Biggie Smalls, hè? Je moet het weten. Dus deze business, want hoe lang zit u nu, bent u al hiermee bezig? Iets langer dan een jaartje. Mm-hmm. En we zijn bezig nog uit te testen, maar hij wordt steeds beter. En ik ben het niet alleen. Dat is Moshiro, dat is dat idee. Ik had bij Arthem Consultancy een training, business training gevolgd. En iedereen van de klas heb ik gezet in een appgroep. En kwamen er ideeën tot dat heeft ontwikkeld. Dus dat is mooi voor ondernemers als ze niet in een bubbel werken, maar alleen ik. Mensen gaan mijn idee stelen of zo. Maar we werken samen en dan komt dat Moshiro-idee tot stand. Wauw. Dus iedereen kwam met een idee, een bijdrage en dan heeft het zich snel ontwikkeld tot dit. En nu zitten we hier, want er zijn een aantal smaken, maar ze hebben me ook verteld dat we vandaag een gloednieuwe smaak ook zullen proeven zo meteen. Yes, dus die is met energiedrank. En, dat kan ik wel gebruiken nu. Ja, en dat is mooi omdat ik merk ook op de werkplek dat men soms echt uitgeput is, maar die ijsjes verkwikken mensen. Ja. Maar energie die heeft een boost, een kleine boost. Ja. Ja, die heeft een spike en een boost en dan kan het je helpen. Dan kan het je weer doorgaan met je werk. Even, maar dat is echt leuk. En dan stel, want op Facebook geven jullie aan, jullie gaan werken en zo, maar als een bedrijf zegt van ik wil gewoon elke woensdag hebben dat Moshiro Snow even langskomt. Hoe zit dat nou precies? Moeten ze dan bellen of zo? Moeten ze afspraak maken dat ze het goed kunnen regelen? Ja, vele bedrijven appen. En dan stuur ik een bestelformuliertje voor ze. Dan vullen ze het in op de app. En dan sturen ze het terug. En dan hebben we adres en al die dingen erop. En dan gaan er zijn twee delivery auto's. Ah. En dan gaan ze het deliveren. Ja, wat ik ook heb gehoord, want ik heb vandaag zoveel dingen gehoord. Eigenlijk sinds gisteren al hoor ik dat je ook zeg maar een aparte schaafijs jingle heeft. Dat die doet terwijl je bezig bent te maken. En ik heb het nog niet gehoord. Ik zou het graag willen horen. Ja, dus meestal geef ik mijn kaartje aan ze om de mensen ook het audio gedeelte te geven. Dan zeg ik oh, wacht ook, even. Is het die QR-code nou? Nee, dat kaartje, brengt voor ze. Dan zeg ik, schaafijs. En dan kijkt ieder op, wat is het? En dan zien ze dat busje met schaafijs tekeningen erop. En dan weet ieder, het is schaafijs. Het is niet gewoon schaafijs, hè? Is Moshiro Snow. Ja. Dus dan is iedereen dat gefocust op schaafijs op dat moment. Omdat dat audio gedeelte ook bij is gekomen en dan kijk men en dat visueel gedeelte komt bij en dan is iedereen compleet in de hype over schaafijs. Ja, maar het is ook zo leuk dat je, zeg maar, ik luister naar je, we gaan beide gebruiken. En je vertelt van het idee, je hebt een training gevolgd, je hebt samengewerkt, je hebt die Moshiro gedaan, je hebt iets prachtigs ontworpen, je sluit niemand uit en nu zijn we al gewoon op twee delivery busjes. Ja. Want wat zou je nog meer willen bereiken met Moshiro? Ja, dus mijn eerste unit wil ik dan op Powaka zetten en dan zo die gemeenschap daar ook helpen. Er gaan ook schaafijs met kassiri zijn. Hey. En dat is echt uniek. En dan die mensen die kassiri maken, die gaan dan meer kunnen produceren. En dan gaan ze ook afzet hebben. Maar er zijn ook veel vakantieoorden daar. Dus op al die vakantieoorden wil ik dan een outlet hebben. Dat Ja, en een auto die ook rondrijdt. En ook aan de man brengt. Dus Moshiro Snow in de toekomst is op vele drukke plekken. Zal er een stand zijn en een auto die rondrijdt. Over het hele land, zo ver je het kan uitbreiden. Hey, nou, ik zou zeggen gewoon En wat ik daarna wil doen, is dat ik ook de eerste schaafijs drive-thru wil bouwen. Nee, dat moet je zeker doen. Dat moet je zeker doen. Je basissmaken zijn marcousa en strawberry. Maar Powaka heeft ananas. Er wordt geen ananasstroop gemaakt. Ja, dus die dingen gaan bijkomen in die stand. Omdat we in die auto niet zoveel zoveel smaken kunnen brengen. Dan gaan we die meerdere smaken op die stand zetten. Dit is basis en dan maak je verschillende combinaties ermee. Marcousa en strawberry.
Exciting hoor. Nou, wat ik nu merk is dat onze nieuwe smaken gewoon ready zijn. Of tenminste, we gaan ermee beginnen. Oeh, ik ga deze aan jou geven. Yeah. Alsjeblieft, dankjewel hoor. Yes. En deze is ook nog eens een volle cup, jongens. Hebben jullie gezien? Het is niet te... Nee, nou ja, ik ga niets meer zeggen. Dit is gewoon anders. Oké, we gaan hem even maken dan. Ja. Want op Facebook kunnen we je gewoon vinden onder Moshiro Snow. Ja. Mm-hmm. En is er ook gewoon een nummer? Waar... Ja, 3x8324 is het nummer. Dus je begint altijd eerst met Marcus Astro. Ja, dat is je basis. Yes. En ik ben nog niet klaar. Okay, nog klaar, ik ben nog klaar. Sorry, ik ga het niet aanraken. Nee, je hebt gelijk. Ik wacht. Geduldig. Ja. En dan... Strawberry. Zo lekker hygiënisch, mooie stappen zo. Dit is voor mij en dit is voor jou. Oké. Okay. Ja. Nog een beetje. Ja. Je houdt van zoet. Ja. En dan... Energie drank, hè? Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft. Zal alvast wat gaan zetten en dat dingen zo. En al die smaken van me hebben inheemse namen. Ja, hoe heette deze? Deze heet Kakrishiro en dat is Dogla. Dogla. Als een Dogla noemt men Kakrishiro, gemengd persoon. Dan hoe zouden jullie meenemen? En Kriool noemt men Duri. Oké. Uh-huh. En... Maar ik ben ook gemixt. Ja, oké, dan ben je Kakrishiro. Oké. Maar dat is normaal. En als je die energy drank zet, dus deze nieuwe smaak gaat heten Tereka. Tereka. Okay. Dat betekent heat. Heat. Dus het is energy, het is heat, Tereka. Oké. Okay. En ik mag hem als eerst proeven. Yes. Okay, en je mag je bevindingen geven. Oké, honest review. Ja. Yeah. Vandaag proef ik de nieuwe... Customer experience. Customer experience, helemaal op maat. Je hebt er voor me gezongen. Nee, jij moet eerst die schaafijs jou doen. Oké, schaafijs. Schaafijs! Probeer hem. Schaafijs! Oké, nee, nu ga ik het proeven. Hoe heet die nogmaals? Tereka, oké. Primeur, oké. Even draaien. Oké, I got this. Hoeveel punt? 100 punten. Hey, dankjewel. Mm-hmm. Ieder die het bedrijf een goed punt geeft, krijg je een VIP-kaartje. Waar is mijn kaart? Dat gaat voor je appen. Ik app dat kaartje voor je. Als je bij de eerstvolgende schaafijs aankoopt, krijg je 5 SRD-korting van je schaafijs je hele leven lang als je dat kaartje wijst op je telefoon. Dus je moet geen disappearing message zetten. Nee. Dat is verlies je. Maar het zeven. Zie je. Meneer Perry, alles onder controle. Alle VIP'ers zetten we in een VIP-appgroep. Mm. En je hebt 1 keer dan de kans, 1 keer per week de kans om gratis schaafijs te winnen als je onze vraag goed beantwoordt in die groep. Oh, er zijn ook nog quizvragen. Dus je bent ook nog engaging met de customers. Ja, we willen niet dat je ons vergeet en wij willen jullie ook niet vergeten. Wauw. Ik zie zo'n prachtige cup hier. Ik vind het super lekker. Maar iemand die nu zou kijken en denkt van, oh my god, ik wil het. Maar als meneer Schaafijs langskomt, meneer Moshiro Snow, hoeveel moet ik apart zetten om zo'n cup te kopen? Want dat heb ik niet gevraagd. De prijs? Ja. Dat is 75 SRD voor een Marcusa Strawberry. Mm-hmm. Maar die met... Die energy drank, die nieuwe boy, die is 100 SRD. Ja, mooi, want je gaat lekker langer mee door. Ja. So. En het is echt de perfecte dorstlesser, omdat als je andere drank ernaast zet, blijft nooit zo lang koud als een schaaf is, want het is meer ijs. Hè? Dus het is de perfecte dorstlesser. Ja, echt. En ook gewoon nog echt super refreshing tegelijkertijd. Yes. Ik vond het zo'n fijn gesprek. En ik denk dat hij nooit moet stoppen. Of dit bedrijf, de legacy, dit moet gewoon lang doorleven. Want het is super Surinaams. U neemt de Indiaanse cultuur ook nog mee. U denkt aan de mensen in Powakka. Er is een long-term plan. U heeft de tijd genomen om u eerst zelf het idee goed te ontwikkelen. Long-term om door te werken hoe je met je customers doorgaat en everything.
En dat is zo mooi. Goed gezien. Prachtig gezien. Ja. Het is gewoon 2020 vision. Nee, je hebt het ook goed gezien. Okay. Dankjewel. En ik wil heel veel succes wensen. Ik vond het heel fijn dat ik de eerste mag zijn om deze te proeven. Yes. En ik zou ieder aansporen om gauw contact te maken. De Jel te roepen, een kaartje te halen. En hun schaafjes te bestellen. Yes, en jij bent onze VIP ook. Hey. Very important people. Dank u wel. Schaafijs brengt mensen bij elkaar. Ook op de werkplek zie ik dat soms dan even een breeder is op het werk. En dan zie je ze echt met een rietje bezig zijn en dat haalt stress weg. Mm-hmm. En dat vind ik mooi. Dat had me ook gepowerd om door te gaan met schaafijs. Omdat ik zie welk effect het op anderen heeft. Een tijdje was ik een beetje down, van gaan mensen me uitlachen, omdat je op school hoort van als je best niet doet op school, ga je schaafijs verkopen worden, of ga je groenten verkopen worden. Nou, die lachen allemaal nu hoor, dus maar dan, niks over te lachen. Op een moment dan zat ik echt van, liever moet ik het laten hoor, maar ik was naar die man gegaan, Dominiestraat, gefrustreerd heb ik dan een schaafijs gekocht bij Krasnapolski daar. Gedronken en dan kwam ik weer in die vibe. En dan heb ik nog 2 weken bij hem gekocht, weer gedronken. En dan vanaf toen zei ik nee, het heeft een goed effect, het haalt stress weg. Ik ga gewoon ermee door. Nee, en dat moet u zeker blijven doen, niet stoppen. Je is de supporter aan deze kant. Ja, toch. Thanks voor jullie support. Graag gedaan. En nogmaals bedankt voor het komen. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was meneer Perry Pinas bij ons in de studio en hij heeft Moshiro Snow. Hij is de man die de schaafijs maakt met net iets extra. En vandaag had ik het primeur om de nieuwe smaak te proeven. Als jullie gewoon in deze warme periode zin hebben in een heerlijke, verkoelende, geruststellende, het maakt je relaxed en helemaal goed. Bestel dan jouw schaafijs bij Moshiro Snow. Hij rijdt langs. Als je minimaal 4 bestelt binnen Paramaribo, betaal je geen leveringskosten. Als je de Yel roept, krijg je ook nog een kaartje. En als je het goed genoeg doet, word je VIP person in de groep. Je krijgt een update, je krijgt free stuff. Hij heeft over alles nagedacht. Hij is op social media te vinden. Een kleine zonder iets extra kost 75 SAD. Wil je die extra razzle dazzle? Dan begint het vanaf 100. Support deze Surinamer, want hij is goed bezig. En hij doet het voor ons allemaal. En jullie thuis bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.